Het Pietiebureau was woensdag weer druk bezocht in Veghel. Kinderen konden kijken bij het inpakken van cadeautjes en meedoen met Radio Kapoentje. Kom eens een keer heel duidelijk aan alle kinderen thuis, hoe heet jij? Mee. Nou, dat is een mooie korte naam. Lekker duidelijk. En welk liedje ga je zingen voor de radio? Gids komt de stoomboot. Het lievelingsliedje van Sinterklaas gaat die zingen. Zie, Gids komt de stoomboot. Allemaal live op Radio Kapoentje. www.centraalpietenbureau.nl/radiokapoentje. Daar kun je het allemaal live beluisteren. Moet ik aftellen? Nee. Ik hoef niet af te tellen. Moeten ze meezingen? Nee. Niet? Of misschien heel zachtjes? Nee. Nee, ook niet. Helemaal solo op de radio. Hij is er niet bang van. Geef hem een groot applaus. Gids komt de stoomboot. Gids komt de stoomboot uit Spanje weer aan. We brengen meneer Nicolas, ik zie hem al staan. Hoe gut op zijn paardje en dekt op en neer. Hoe waaien de wimpels alweer en alweer. Ook zagen de kinderen waar het vele snoep bewaard werd om straks allemaal uit te delen. De kinderen mochten de pyjama van Sinterklaas zien, maar er was een probleem. De wasmachine was kapot en moest er een oplossing gevonden worden voor de pyjama te wassen. Ze kijkt helemaal met zijn voetje in het onder. Ja, met zijn voetje. Moet je eens voelen hoe dik dat die is? Lekker warm. Voel eens. Voel eens even hoe dik dat die is. Voel je ook maar eens eventjes. En jij nog even voelen. En jij nog even voelen. Ja, goed zo. Hier nog iemand die het wil voelen? Nee? Nou, nee, goed. Nou. Die moeten wij dus elke dag weer wassen. De pyjama. Weet je waarom elke dag? Ja, zal ik het vertellen? Ja, vertel maar. Kijk, Sinterklaas, die stapt uit bed 's morgens, hè? En dan heeft hij die pyjama zo aan. En dan, als wij de pyjama uitdoen, dan leggen we hem netjes op bed of onder de kussen of over de stoel. Maar Sinterklaas niet. Weet je hoe die het doet? Hij stapt er zo uit en zegt hij, had ik idee. Oh. En dan wordt hij, iedere dag wordt hij daar smerig van, hè? En hij komt iedere keer weer naar ons toe en dan zegt hij, Pieter, willen jullie weer even deze vieze pyjama wassen? Ja. En dan zeggen wij, jawel Sinterklaas, dat doen wij graag. Ja. Maar dan hebben we een probleem en dan is het wasmachine is ergens kapot gegaan. Ja. Sinterklaas, een beetje nog. Ja. Ja, zit erbij. Deurtje dicht. Wasmachine erbij. Zo. Goed. Even terug. Ga ik eens even hier staan. Want ik zet hem aan. Doe iets leuks voor jullie zelf, want dat duurt nee, drie keer. Nee, kijk of hoe je het doet, hè. Yes! Hij doet het! Hey! Wie ook naar het Pietenhuis wil, kan dat nog op zaterdag 30 november en woensdag 4 december van 2 tot 4 uur. En het Pietenbureau is bij het Uitpunt in Veghel.